welkom bij Short Talks. Deze week regisseur Editor Staal. Regisseurs willen toch altijd hun mening op de een of andere manier geven, maar dan moet je wel heel voorzichtig doen, je mening. Niet te duidelijk. En we ontmoeten nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet. Eddie, welkom. Je bent volgens mij een meester van bijzondere personages. Hoe bedenk je ze? Nou, soms haal ik elementen uit, zeg maar, mensen die ik ken. En combineer mensen. En soms gebruik ik elementen van acteurs die ik interessant vind. Die ik probeer uit te bouwen. Dus eerst kies je de acteurs en pas daarna komen de personages? Meestal als ik een verhaal schrijf, ik denk driekwart van de acteurs weet ik al. Daar, hè, dat maakt het schrijven gemakkelijker. En sommige die, ja, nog niet iemand, die zoek ik naderhand. Maar de meeste die ken ik al, dus dan schrijf ik teksten die goed passen bij die acteur. Wat is dan het startpunt van je films? De personages of het verhaal? Soms is er iemand die ik ken of die ik zie. Ik denk van, nee, daar wil ik wel eens een film mee maken. Maar meestal begint het met een thema. En dan bedenk ik eerst, waar wil ik iets over maken? Waar moet mijn film over gaan? En dan pas verzin ik het verhaal. Dus meestal begint het met een thema. Costa del Sol is een drama over een man die een hele radicale beslissing maakt voor zijn vrouw. En je weet eigenlijk niet of het nou uit liefde is of dat het uit egoïsme is. Op het filmfestival Utrecht kwam iemand bijvoorbeeld naar me toe. Die zei van, wow, dat kwam echt hard binnen. Want je had een vrouw gehad, je had een heel ziekteproces meegemaakt. En die werd echt door geraakt. En dat vind ik dan mooi om te horen. Sta je al lang hier? Kom. Moet jij niet werken? Nee, het is vandaag zondag. En dan werk ik niet. Kom, ga naar huis. Maar ik vind wel dat mensen vrij moeten zijn om dat zelf te beslissen. En op het moment dat je daar regels aan verbindt, dan krijg je dit soort excessen ook. Juist. Dus dan zul je vaker dit soort excessen krijgen als je dat niet vrijlaat. Dus eigenlijk heb ik dus wel een mening over. Rustig! Oh, godverdomme! Wij hebben Boundless Decay gemaakt. Boundless Decay is een experimentele film waarin de hoofdrol wordt gespeeld door een varkenskop die langzaam maar zeker decayt, vergaat, naarmate de tijd verstrijkt. En het is een korte film van 2 minuten. Ik wilde heel graag iets experimenteels doen, een korte kunstproject eigenlijk. Ik vond stillevens heel erg tof. Hoe kwam ik op het idee? Het was een grapje die ik had met mijn production designer. Over Miss Piggy. En dat nam ik heel erg serieus. Boundless and bare, like death redeems the flesh. Hollow chapters, do behold, beware. Het is gebaseerd op verval. Ja, geïnspireerd op een rottende varkenskop. En het idee was een soort van stilstaan bij het vergaan van de tijd. Dus Boundless Decay. Je hebt politicologie en sociologie gestudeerd. Heeft dat een invloed op je zoektocht naar thema's? Ja, hoewel mijn laatste films niet echt heel politiek zijn. Maar wel dat ik vanuit inhoud wel begin of zo. Dat wel. En politicologie studeren, dat helpt gewoon iets om de maatschappij en cultuur waarin je leeft iets beter te kennen en de achtergronden. Zodat je meer weet vanuit waaruit mensen handelen en zo. Klinkt allemaal heel zwaar, maar het helpt wel iets. Op welke manier? Nou, het helpt gewoon iets om de maatschappij waarin je woont te begrijpen. Weet je, waarom mensen, een beetje waarom de mensen zo zijn zoals ze zijn. Waarom cultuur zo is zoals die is. Hoe die gegroeid is en wat de basis is. Is dat dan de reden waarom je films maakt? Omdat je de maatschappij beter wilt begrijpen? Nou ja, de maatschappij beter begrijpen, de mensen beter wil begrijpen of zo. Geef je eigen mening in jouw films? En meeste regisseurs willen toch altijd hun mening op de een of andere manier geven. Maar dan moet je wel heel voorzichtig doen, je mening. Niet te duidelijk. Altijd via een omweg. Bedankt voor je komst. Geen dank. En tot de volgende keer.